Het artiestengezin van vader Moor en moeder Sonja trekt al jaren door Europa om overal op te treden. Maar Europa is in een band van vreemdelingenhaat, de vluchtelingencrisis en de Brexit. En ze moeten Engeland ontvluchten. Ze nemen de veerboot naar het continent, ze scheuren door West-Europa, maar zijn nergens meer welkom. Niet in Toledo, niet in Charleville, niet in Damme en niet op het Geuzenfestival van Brielle. Ook het festival in München heeft geen plek meer voor ze. Voor ze verder trekken doet vader Moor nog wel eerst even een forse greep in de kas van het festival. In Budapest kunnen ze nog wel terecht op een Shakespeare festival. En daar hebben ze een confrontatie met de gorilla die Othello speelt. Ze raken alles kwijt en belanden berooid tussen de vluchtelingen op station Budapest-Kaleti. Daar treffen ze Ivan, de broer van Moor. Hij neemt hen mee naar Ivaristan. In de Oekraïne, waar vader Moor samen met Gérard Depardieu een optreden moet verzorgen ter ere van de stichting van Nieuw Russia. Al gauw raken ze echter verzeild in de Oekraïns-Russische oorlog. Ze maken zich uit de voeten en het artiestengezin keert na vele jaren terug naar huis, naar de oevers van de rivier de Sazawa. En na deze zinderende aanloop begint hier wellicht het echte verhaal. Tak jsme tady. Síla Evropa. Kde pak člověk vidí panelák a hned ví, že je doma. Tak pojďte, rodinko. Presto, presto, prestissimo. Hele, tady dřív prodávali turecký med. A jak jdeme? Oh, sole mio, manca recicio, a sa culento. Jedo, máte tu rodinu? Tati, jsme tady. Pane Rozen. Pane Rozen, nebude vám vadit trocha luftu? Přivez jsem vám celou familii. Ahoj, tati. Sonio. To seš ty. Jo. A taky tady máte vnoučky. Co ses to zas tak zastrošila? Teda, ty vypadáš, co to máš na hlavě? Hele, tati, my se zabydlíme a přijdu pak, jo. Soni, co je s tebou? Ty máš jen jedno oko. Nu volgt een ware achtbaan van gebeurtenissen en verhalen. Vader Moor maakt met zijn twee zoontjes een tocht, een roadtrip. Te voet, in auto's, met een roeiboot op een motor, vol avonturen op en rond de Sazawa. Een tocht die hen langs allerlei markante localo's voert. Langs clans, hoeren, woekeraars, zigeuners, ex-criminelen, dronkaards, kletskousen, etc. Maar ook het legendarische pratende katertje Mikesh van Jozef Ladda, een andere streekgenoot, duikt geregeld op. Een van die localo's is Svetlana. Diverse malen kruisen het pad van de vader en de jongens. Zoals wanneer vader haar redt uit de klauwen van Bison, de aanvoerder van de plaatselijke motorbende. Maar nu is het woord aan Jachim Toppel zelf. Holka se usmívá, jako by se havarovaná a čerstvě zmlácená právě málem neutopila. Vlasy jí oblévají ramena. Oblé prsy veliké, zvláště v poměru k její celkem drobné postavě, zatmívají sedícímu obzor. Slunce v zádech, zdobená je závojem kořeněného samčího pyžma. Asi se ve vodě spotila. Přišel jsem o zub, řekne táta a vyplivne zub do písku. Ale máš páru. Málem si složil bizona. Slušný fakt, jo? Opravdu, ale třeba to slyšeli ostatní. A kurva, tak to je výborný. Hele, strejdo, a máš tu auto? Auto nemám. Já radši splavu, řekne holka. Ty nevím, co budeš dělat.
ale radši na něj nečekej. Svetlana is een van de jonge zwangere meiden die in het verhaal voor vitaliteit en leven staan. Hun tegenpolen zijn de oude mannen met een duister verleden die klaar zijn met hun leven en gruwen van het idee dat ze in het plaatselijke hospice de goede herder zouden moeten wegkwijnen. Er blijft geen thema ongemoeid in het boek. Liefde, drank en dood, euthanasie, religie, familie, vriendschap, overleven, de Russische dreiging, het neerhalen van MH17 komt ook voorbij, Europa en populisme. Alles mondt uit in een grootse finale, met een bruiloft in een bordeel, de politie en een echte Russische tank. Het is kortom weer een onvervalste toppelroman, een feest voor de liefhebbers.